Oké, ik ga je in deze video laten zien hoe je simpel een pagina in Divi copy-paste, zodat je die kunt gebruiken op een andere website die je met Divi aan het maken bent. Je gaat hiervoor naar de pagina die je graag wilt kopiëren. En mocht jij nou denken, ik wil mijn hele site kopiëren, daar zijn andere manieren voor. Ik vind dit een hele fijne manier, omdat je aan de achterkant alles clean houdt en wel zelf weer opnieuw opbouwt, waarmee je onnodige foto's en informatie daarbuiten laat. Nou, je gaat dus naar de Visual Builder. Ik heb hier al op geklikt. En vervolgens klik je op deze twee pijltjes. Dan staat hier exporteren. En dan, nou ja, stel ik zeg gewoon out. Dan klik ik op Builder Layout exporteren. Nou, hij gaat dat dan voor mij exporteren. En vervolgens heeft hij dus dit in een JSON documentje neergezet. Je kan je verder niks mee buiten website building software om. Dus je gaat nu vervolgens naar je dashboard van je nieuwe site waarop je die pagina wilt neerzetten. En je klikt op nieuw en op pagina. Nou, stel ik zeg hem even home out, omdat ik hem hier op wil zetten. En dan zeg ik use the Divi Builder. Even wachten. Dan zeg ik build from scratch, want de optie klonen gaat alleen op als je een pagina wilt klonen die op deze site staat. Vervolgens ga ik weer naar deze twee pijltjes en dat kan je aan de frontend doen of gewoon waar die nu staat. En dan zeg ik importeer. Replace existing content, want er is verder niks wat ik wil laten staan. En dan vervolgens ga je naar downloads en dan klik je dus op die export die je gemaakt hebt op dat JSON bestandje. En dan zeg je import Divi Builder layout. Nou, dan wachten we eventjes. En vervolgens zeggen we, nou, we willen aan de frontend beelden. Want ik ben natuurlijk wel benieuwd of het ook daadwerkelijk daar nu staat. En daar is die. Je ziet nu de exacte pagina zoals ik hem heb, staat daar nu op. Let wel, alles wat met opt-in formulieren werkt, zul je dus ook moeten gaan nalopen en checken of dat juist ingesteld is. Want het zou kunnen dat bijvoorbeeld jouw oude website gekoppeld was aan een bepaalde mailservice, maar jouw nieuwe site nog niet. Dus loopt het allemaal na, even als dit soort knopjes. Want dit betekent natuurlijk dat deze nu, dat deze knoppen niet meer linken naar de pagina's als de URL niet zou kloppen. Dus je zult alle externe links en interne links en opt-in formulieren wel na moeten lopen op deze manier. Heel veel succes!